Hi iedereen, vandaag wil ik jullie laten zien hoe je een hot oil treatment doet bij je haar. Hot oil, nou ja, ik ken het van vroeger nog van Gliss Goor. Dan had je zo'n vrouw met een hele mooie grote bos krullen. En dat was een schaartje die ze door midden brak. En die had dan zo'n hot oil treatment gedaan. Nou, zulke haar wou ik ook. Dus ik rende naar de winkel en ging dat doen thuis. Werkte prima in principe, maar je kan het natuurlijk ook gewoon doen met olie wat je zelf al in huis hebt. De meeste mensen doen het met olijfolie. Zelf raad ik pure kokosnootolie aan. Om het volgende. Pure kokosnootolie is bewezen eigenlijk de enige olie die echt tot je haarkern door kan dringen. Dus als je dat dan aanbrengt, dat die echt in je haar trekt tot de kern. Andere olieën, waaronder bijvoorbeeld avocadoolie en amandelolie, trekken ook wel in je haar, maar deels. Die gaan ja, een beetje tot midden. Maar kokosolie gaat echt helemaal tot de kern. Dus die voedt echt je haar op de beste manier. Daarom raad ik aan kokosnootolie. Ik heb zelf al geparfumeerde, met bloemen geparfumeerde kokosnootolie gemaakt. Kon je gisteren op mijn blog zien, dat zit hierin. Bij kamertemperatuur is kokosnootolie hard, zoals je kan zien. Het is een harde soort. Het is eigenlijk eerder een soort boter, want je kan het wel indrukken. Het is wel zacht. En als het in aanraking komt met lichaamstemperatuur, dan zal het smelten. Ik ga dit nu ook eventjes smelten in de magnetron, want ja, dat is wel zo makkelijk met aanbrengen. Het hoeft echt maar minder dan een minuutje in de magnetron te zitten, want het smelt heel snel. Het hoeft ook niet helemaal te smelten, ook misschien voor de helft. En als je het dan gaat roeren, dan smelt het door de warmte, smelt alles al. Dus ik ga dit eventjes opwarmen in de magnetron totdat het vloeibaar is en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, zo ziet het eruit als je het hebt gesmolten. Het is niet helemaal doorzichtig omdat het niet helemaal gesmolten is, maar dat maakt in principe niet uit. De roze kleur is echt alleen maar door de hibiscus die ik erin heb geïnfuseerd. Maar normaal gesproken is kokosnootolie helemaal doorzichtig als het helemaal is gesmolten. En anders dus gewoon een beetje melkachtig of wit. Nou, wat heb je verder nog nodig? Zelf gebruik ik altijd een handdoek. Die leg ik om mijn schouders heen. Een kam om het door te kammen. En als je klaar bent, ja, of een klem om je haar vast te zetten. Ik maak vaak ja, eigenlijk gewoon een vlecht in mijn haar. En dan doe ik of een badmuts op. Heel charmant. Of een aluminium van de plastic folie ga ik het mee omwikkelen. Het kan allemaal. Het makkelijkste is natuurlijk gewoon een badmuts. Maar goed, die heeft niet iedereen in huis. Nou, voordat ik ga beginnen doe ik dus eerst de handdoek om mijn schouders heen. Zodat mijn kleren niet vet worden. Eigenlijk is daar die klem ook wel heel handig voor. Dan hoef je niet bang te zijn dat die afzakt. Zo. Dus heb ik een soort capeje. Nou, wat ik dan doe is mijn haren zo naar voren halen. Over mijn schouders heen. Dus ik verdeel het in tweeën. En dan leg ik links en rechts leg ik een stuk haar neer. En dan pak ik de olie. Eigenlijk kan je dit het beste doen boven de wasbak. Want dan weet je zeker dat er niks fout gaat. Zo, ik trek hem even dichterbij. Wat je dan doet is je pakt gewoon de olie. En die smeer je in je haar. Dus je pakt telkens, maak je hand vettig met olie en dat smeer je dan zo in je haar. Ik smeer het alleen in mijn droge punten, dus vanaf hier naar beneden. Ik smeer het niet verder echt op mijn hoofdhuid. Kan wel hoor, maar daar is mijn haar gewoon echt nog gezond en helemaal niet droog. Dus daar ja, heeft mijn haar het eigenlijk helemaal niet nodig. Zoals je ziet wordt het lekker vettig en slierterig, maar daar gaan we voor. Nou, dit ga je nou net zo lang doen totdat je allebei je haardelen voldoende vettig en bedekt zijn met de kokosnootolie. En dan kom ik zo weer bij jullie terug. Nou, en als je dan hebt aangebracht in je haar, kan je het nog eventjes goed doorkammen zodat elk haartje bedekt is met kokosnootolie. Het is echt lekker vettig, maar zo hoort het ook. Het moet ook weer niet te vettig zijn, dat je het echt kan uitknijpen en dat er allemaal vet uit je haar komt druipen. Maar net genoeg, alsof je haar zeg maar vochtig of handdoekdroog is, maar dan in plaats van met water met olie. Nou ja, wat ik zelf dan nog altijd doe is
is mijn haren vlechten. Dus ik maak hier gewoon eventjes een snelle vlecht van. Zo, ik heb het gewoon even achter zo vastgemaakt. Gewoon dat het in ieder geval zeker weten niet in één keer plok zo loslaat op mijn kleding. Dan hoef ik deze handdoek ook niet meer te dragen. Het is niet zo nat van de olie dat het gaat druipen. Dus dit vertrouw ik wel. Dit moet ik nu ongeveer... dit laat ik nu een uur zo zitten. Dus ik laat het een uur intrekken. En daarna ga ik gewoon douchen. Dus dit kan je eigenlijk het beste doen voor het slapen gaan. En dat je dan... daarna gaat douchen en dan gaat slapen. Of je kan het ook doen en dan dat je wel een kap doet of even een handdoek over je kussen legt. Dat je dan hiermee echt gaat slapen en dat de volgende dag weer gaat uitspoelen. Dus als dit straks is ingetrokken na een uurtje, spring ik even onder de douche. Ga ik het goed met shampoo uitwassen. En conditioner is ook belangrijk, want de conditioner zorgt echt dat je al die vette olierestjes ook weghaalt. Dus over een uurtje ga ik even douchen en daarna kom ik weer even bij jullie terug. Hi iedereen, daar ben ik weer. Ik zou het gaan uitwassen en dan weer terugkomen om een filmpje op te nemen. Maar toen was het inmiddels al 4:30 en toen was het weer veel te donker om te filmen. Dus dit is nu de dag erna. Ik heb dus mijn haar gewassen met shampoo en toen met een haarmasker onderin. Toen heb ik het gewoon aan de lucht laten drogen. En dit is nu dus de volgende dag. Het ziet er nog steeds erg gezond en glanzend uit. Zelfs mijn hele droge haarpunten. Die zien er echt gewoon gezond, glanzend, vol, mooi uit. En ik heb niet eens serum in gedaan. Ik heb het gewoon echt alleen droog laten worden. Ik heb er verder helemaal niks in mijn haar gedaan. En het voelt gewoon echt heel glad en zacht. En het voelt ook zelfs gewoon iets dikker aan. Ik weet niet hoe dat komt. Maar ja, het is gewoon zo mooi. Ik ga dit echt gewoon... Ik doe dit veel te weinig. Ik wil dit gewoon echt één keer in de week gaan doen. Want ja, het is, weet je wel, het is niet heel veel moeite. Het is eventjes een beetje gedoe, maar het is niet heel veel moeite. En ik denk dat op een gegeven moment krijg je er ook iets meer handigheid in of zo. En dan zal het veel sneller gaan. En het is gewoon zo mooi. Je kan het gewoon doen op een avondje. Dat je eventjes een half uurtje niks te doen hebt. En dan hoef je het alleen maar gewoon even een uur te laten zitten. En dan ga je gewoon douchen. Wat je misschien toch sowieso al van plan was. Dus het is helemaal niet zo heel veel extra werk. En ik ben echt helemaal verliefd op mijn haar. Het is echt zo... Het lijkt ook veel gladder. En het pluist niet. En het lijkt wel alsof ik het heb gestyled of zo. Maar dat is ook helemaal niet zo. Dus het is echt... Het is echt even een verwennerijtje voor je haar. En vooral als je haar droog is of nu in de winter wat droger wordt. Of als je het hebt behandeld, geverfd of ontkleurd. Nou, dan kan je haar best wel eventjes een boost gebruiken. En dat kan dus echt perfect met de kokosnotenolie. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe je jezelf een hot oil treatment kan geven. Ik ben erg benieuwd of jullie het ook wel eens hebben gedaan en zo ja met welke olie. Ik raad in ieder geval de kokosnootolie aan. Meer informatie vind je op beautylab.nl. En ja, dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doei!